Hier is van de kop. Hoi, vast. Het komt goed. Super. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Willy. Mias, kom even bij. Mias. Hey, waar ben je nou verstopt, Mias? Nee, hij is niet aanwezig vandaag. We gaan vandaag met z'n vier op pad. En ondanks dat Mias er niet bij is, gaat het vandaag sowieso een superleuke dag worden. Wij zijn namelijk zojuist aangekomen bij Valerie. En daar gaan we zo beginnen met een meet and greet. Superleuk. Maar daarna gaan we ook nog even lekker het park in. En dat wil ook heel leuk worden. Want omdat we zonder Mias zijn, kunnen we vandaag met z'n vieren in. Dat is ook de reden waarom we Mias achter hebben gelaten. Precies. Maar, bijzonder momentje. Eli is eindelijk groot genoeg om in achtbanen te gaan die over de kop gaan. En de grote vraag is, ga jij vandaag in een achtbaan... Ja. Oh, ja, hij gaat in een achtbaan die over de kop gaat? Ja. Oké, we gaan vandaag eens even kijken. Ja. Maar eerst snel door naar de meet and greet. Oké, jongens, zijn we klaar? Q&A, meet and greet. Oké, we worden zo aangekondigd. We hebben het natuurlijk over hebben. Even kijken hoor. En zal ik haar harder, hè? Harder. Ja, ik kan harder. Oh, zwaaien. Mag wel zwaaien. Hoi! Hallo, hoi! Nog één keer. Hoi! Oké, komen Q&A, allemaal vragen. Ben heel benieuwd. Oké, we gaan benieuwd. Wat wordt de eerste vraag? Oeh, hoe lang hebben we een candy shop? Hoe lang hebben we een candy shop gehad? Ik denk ongeveer al een paar weken, 4 weken. 4 weken? Ik weet het niet, in 3 weken. Hebben we hem zelf? Hey. Superleuk. Oké, de Q&A zit op. Yeah. Even alle vragen op antwoord stellen. Nog eventjes wat stories. Weet je? Ik al het geluid. Dank je. Oké, zoals je zagen, Q&A is afgelopen. We gaan hier zo meteen foto's maken met z'n allen. Er staat hier zo'n mooie spotlampje. Dan gaan we hier zo staan met de fans, want die staan allemaal een beetje te wachten hier zo. Hoi! Dus zo gaan we met z'n allen even foto's maken hier. En dan gaan we straks achtbanen pakken. Gaan we even kijken wie de meeste in de achtbaan durft. Jij? 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 Ik weet het niet meer. Jawel, zeker wel mee. Want als ze hier zijn... Oké, we met z'n allen de meeste gaan pakken. Als je Mia's er niet in zegt, 3, 2, 1, go! Oké, we zijn even een tijdje verder. Maar Deborah, waarom ging je de hele tijd wegrennen? We zaten foto's te maken, je redt de hele tijd weg. Er was hier dus de hele tijd een bij, die wou de hele tijd bij hem. Een wesp, sorry, een wesp. En ik heb er eentje gevangen hier zo. 3 wesp. 3. Oké, helaas die weglopen heeft verloren. 3, 2, 1. Ik wist het, hij blijft gewoon wel gewoon. De laatste die wegloopt heeft verloren. Dus jij hebt verloren. Oké, maar daardoor rende hij weg. Dus als je een foto hebt met Deborah dat hij zo staat. Dat komt omdat hij bouwt. Kijk, dat bedoel ik. Hey, maar het is tijd om even heel snel wat te eten. Want als je goed vol zit, kunnen we lekker over de kop gaan. Gaan we kijken of je misselijk wordt. Oké, het is inmiddels even tijd voor een korte break. We gaan even wat eten. De jongens zijn even lekker aan het chillen. En aan het uitkijken op een achtbaan. Ik denk dat we deze straks als eerste gaan pakken. Speed of Sound heet deze. Je gaat achteruit volgens mij ook. En een paar keer over de kop. Ik zie daar achter een aantal loopings. Maar de grote vraag, wie gaat er zo meteen als eerste in? Hey, maar... Oh my god, wacht even, dit moment. Ieder gaat voor de eerste keer over de kop. Oh my gosh. Hé, hey, maar waarom ze lachen? Je hebt ook scare actors gedaan. Ja, het is natuurlijk Halloween. En hier heb je dan de spooky days vandaag. Ze lopen ook wat spannende figuren rond. Oh, it's time for food. Lekker hoor. Hey, Eli, ga je veel eten of weinig eten? Want weet, als je veel gaat eten... Dan word je misselijk. Dan word je misselijk met achtbanen. Ja, dan, zo... dan gaan we achtbaan kotsen. Zo, maar hij zou denken, oh, dat is wel een leuk idee. Maar, nee, maar moet je wel doen op de juiste timing wanneer je over het kop gaat, ja? Echt vaak op papa mikken, oké? Okay? Mama, vanavond naar mama kijken, ja? Oké, we staan in een halletje. We gaan naar onze eerste achtbaan genaamd Express. Dat is hier best wel creepy. Hij gaat straks 3 keer over de kop, Eli. En ik moet zeggen, als ik dit zo zie... Ik weet het niet waar we zijn. Oké, dit is best wel... Eli, even stop even. Durf je het nog? Oké, we zijn in een mega...
niet van half zo van had geen idee. Okay, maar het leuke aan deze achtbaan is dat je straks stilstaat in een soort tunnel en dan opeens wordt afgevuurd. Heel vet, maar wacht extreme, even. Lopen wij goed? Wacht even, waar gaan we heen? Wat is dit? Ik vertrouw het niet. Oké, naar links. Ik hoor muizen. Oké, ren. Red jezelf. Oké. Als dit al de binnenkomst is van de achtbaan, weet ik niet hoe eng die gaat worden straks. Maar daar komen we zo snel genoeg achter. Oké. Oh nee, daar staat je mee. Snel. Oké. Wat gebeurt hier? Dat zeg ik, als dit nog alleen de binnenkomst is, hoe gaat de achtbaan zijn? Waar is het? Waar zijn we? Wacht even, waar? Oh my gosh, wat is dit? Ik heb het idee dat we in een Halloweenhuis zijn. Ik ga stuk. Jullie vinden het nu al best wel spannend. Oké, we zijn gelukkig veilig aangekomen bij het metrostation. En hier doorheen door dit kleine gaatje zie ik de achtbaan. Waar wij dus gelukkig zo in mogen. Eli, durf je het nog aan? Oké, je zit erin. Eli, gaan we goed zitten? Oké. Eli, zit jij vast? Ja. Esra. Oh my gosh. Debbie. Spannend. Ben je spannend? Ja. Bos. Let's go, Eli. Oh, we gaan al. Eerste keer van Eli over de kop. Eli. Ja. Dit echt? Ja. Handje. Oké, gaat goed komen. We gaan zo hard. 3, 2, 1. Oké, je doet heel goed, Eli. Ja. Oh. Wat is er aan? Wat is het? Ja, gaat goed komen. Eli, gaat goed komen. Oké. Ja, nu gaan we achteruit. Hij vast. Nee, grapje. Hé, maar deze was goed, hè? Ik was van de spel gevallen. Mama, ik ben niet goed. Waar gaan we naartoe? Ik ben oprecht duizelig, maar echt serieus. Mwah, goed. Mama, waar gaan we naartoe? We gaan nu achteruit. Nee, grapje. Wacht even, kijk even hoe ze eruit komen. Wacht even, luister nummer 1. Zullen we nog een keertje gaan? Nog een keer? Nee. Ja, hij was wel leuk. Wacht even, Eli. Wil je nog een keer? Ja, super lang. Ja, we gaan de box. Er zijn foto's door. Oké, we lopen naar de volgende achtbaan. De Speed of Sound die we dus net zagen. Deze is iets minder heftig, dus ik ga even vragen. Eli, durf je erin, ja of nee? Niet. Eli, jawel. Ik was samen met jou. Debran, durf jij erin of niet? Oké, je mag samen bij. Ja of nee? Oké, we gaan het nog wel doen. Ik moet zeggen, die van net was zo heftig. Ze zijn allebei zo erg van geschrokken. Ik stop het ook wel. Hij ging echt stil. Uit het niets gaat hij opeens heel hard. Het enige aan deze is dat hij wat minder zacht gaat. Maar hij gaat straks achteruit. Kijk, want die gaat hij erheen. Even laten zien. Dus hier ga je nog een keer over de kop. En vervolgens gaat hij daar achter. Stopt hij, zeg maar. Dan gaat dus allemaal achteruit. Achteruit over de kop. Dan komt hij hier langs. Uit. Gelukkig mensen, Debran. Ja of nee? Ja. Ja. Oké, we zitten in de volgende. Hij gaat dicht zo. Debbie, gaat het? Die wel, kom op, let's go. We gaan gewoon erin. Zo, nu kun je niet meer. Wow! Ja! Ben je er ook nog? In mijn uppie! Zo moet ik je handje vasthouden? Of moet ik jouw handje vasthouden? Oké, jongens en meiden, we gaan eerst naar achter. Esra, hou je goed vast? Het allerhoogste puntje ga ik nu pakken. Ja? Niet gillen. Wacht, Esra, zijn we er al? Oh my gosh! We gaan nog hoger. Wat gaat er gebeuren hier? Debbie, hou je goed vast. Oh my god!
Jenny, wat zeg jij? Dit was niks? Jawel, toch wel. Was dit niks? Esra? Ik wil niet meer. Oké, jongens, wij nu gaan we achteraan. 3, 2, 1. Dit was leuk! Nee, gaat het? We lopen hier zo even het park door om naar de volgende attractie toe te gaan. Opeens zie ik hier twee hele enge acteurs. Actors. Zo, vooral die rechter, hé. Is... Oké, wacht, daar komt er eentje aan, hè. Familie Lampenkap? Ja? Lampenkap. Nee, Lakkap. Nee, er staat een Lampenkap. Ja, klopt. Klopt, ja. En wie ben jij? Monster, zie ik uit als een monster? Ja. Ilay? Ben ik een eng monster? Kijk, Ilay die staat achter. Worden jullie ook enge monsters? Nee. Zo niet. Dus we zijn weer. Oké, kijk, Ilay. Nou, jullie. Oh, Ilay, komt er nog eentje aan. Oh, oh. Hij is ook al veranderd in een monster. Jij hebt zeker gelogen. Oh, jij hebt heel veel gelogen. Heb jij een snoepje gestolen? Oh, zie je? Doen jullie dat ook wel eens? Nee. Nooit? Zij. Doe je nooit een keer iets stout? Soms. Wat dan? Nou, weet je eigenlijk niet. Nou, zeg het nou. Ik weet het niet. Je zegt eerst ja en dan zeg je nee, weet ik niet. Ik zou hem aanpakken hoor. Ja, kom maar even mee naar de heks. Ik weet niet wat zijn plan is hier zo. Maar volgens mij... Ja, dat kan ook, hè? Ja, Debra is wel echt... Debbie! Hey! Precies! Oh! Accepteer je dat zomaar? Nee, nu ga je niet liegen. Hij zei, ik ga iets gemeens zeggen tegen die meneer. Ik heb daar niks mee te maken. Nee hoor, ik heb daar helemaal niks mee te maken. Stand up! Nu moet je niet op mij afvragen. Ja, stand up! Kijk, kijk... Hij is... Zeg maar... Oké, jongens, zijn beiden heel eerlijk. Hè? Dit is wel een beetje spooky nee, zo, hè? Zeg maar, wat wil je zeggen? Ja, dat deed hij zelf. Dat had ik niks mee te maken. Nee. Ik ga echt. Dat heeft hij gezegd. Kijk. Nou, Dev, we laten jou hier achter, ja? Oké, we laten hebben jullie. Ja, jongens, hier, alsjeblieft. Alsjeblieft. Debran, vond jij het nou spannend? Debbie? Debbie? Ze waren allebei niet bang, hoor. Vooral hij was niet bang. Ila, achter jou. Wacht even, wat zei je? Ik ga hier. Nou, sorry, maar hier ga ik dus echt daar niet ga je dus in. Zeker ik ben in, deze mogen jullie zelf in. Ik ga even lekker kijken vanaf de zijkant hoe jullie hier rondjes gaan draaien. Ik ga niet. Ik ben het niet. Ik ga dat echt niet doen. Durf jij niet erin, mevrouwtje? Ik ben niet de enige die heeft besloten om er even in te gaan. Debra die staat hier lekker naast me. Wij gaan even toekijken hoe zij misselijk gaat worden. Hè? Want ik weet niet precies wat hij gaat doen, maar wel dat hij heel veel gaat draaien. Ik hou er heel erg van. Esra, zo Oké, dat ding is begonnen met draaien. Hij gaat omhoog, hij draait, hij schommelt. Ik hoor gil. Wat ben ik blij dat ik hier niet is. Waar zijn ze eigenlijk? Even kijken, waar zijn ze? Hierachter. Oké, er komt iemand heel blij uitgerend. Wacht even! Volgens mij is dit wat meer jouw ding dan over de kop, of niet? Waar is het ook zijn ding? Serieus? Je ziet een beetje fake. Eerlijk, ik heb liever dat ik over de kop ga dat ik zo draai. Oké, we lopen hier zo verder. Dan heb je zo'n griezels hier opeens eruit komen. Echt serieus. Ik weet niet jongens, wat vinden jullie hiervan? Al die mensen hier zo komen en zo. Hij zegt kom weg. Steeds meer actors hier zo overal lopen. Maar ik had niet verwacht dat Ilay het zo spannend zou vinden. Ilay, vind jij het wel spannend? Oké, hier. Geef dan een high five. Geef high five. Yeah! Ja! Dit is schok van jou heren. Ik ga stuk. Oké, Debbie, nu heb je wat uitgedacht. Wel gedaan. Je bent geen mens, hè? Jawel. Nee, mensen bestaan. Jawel. Nee. Dan zei jij ook niet. Nee, ik ben geen mens. Hoe praat je dan? Ik ben een spookjager. Je hebt niet. Kijk hoe we gelopen. Nee, mensen bestaan niet. Echt? Niet waar. Ilay die ons weg. Maar Ilay, gaan we daarin? Hier moeten wij zijn, ja. Wij gaan hier de houten achtbaan in. Debbie. Kijk, hij ziet er wel echt leuk uit. Hey! Nou, zie je ze zwaaien al van kom hier, Ilay. Oké, gaan wij erin.
Jongens. Ja? Jij doet het sowieso, hè? Jij doet het sowieso, hè? Oké, we gaan even kijken. Maar Estra, durf jij dit wel? Huh? Weet je dit? Jij gaat sowieso in, met mij samen. Ik ben zo mis op de net, ik weet het. Jij gaat... Nee, ik ben echt misselijk geworden. Jawel. Nee, ik ben echt misselijk. We gaan gewoon. Vrouw, maar was het één? Ja. Nee, je moet nee zeggen. Nee, dat was niet één. Nee, zie je? Het was niet één. Nee, hij is leuk, hij is leuk. Ja, hij is leuk, hè? Ja. Zeg, maar Debbie gewoon erin, hè? Kom maar, selfie dan. Kom. Even een foto's, sorry. Hey, maar meiden, even een vraag. Is het eng of niet? Nee. Zeg maar Debbie erin, zeg maar gewoon. Debbie en Nila zitten helemaal vooraan. Dat betekent dat wij de challenge hebben gewonnen, want wij zijn er de meeste keer. We moeten nog wel zien te overleven. Ja, leuk zweetje hier zo. Maar Esra, niet schreeuw alsjeblieft. Want deze blijkt wel gewoon heftig te zijn. Relay! Hoi! Hoi! Oh my, wacht, waar hou ik me vast? Aan mij? Ik heb het. Oh, hij zit van heel schuin. Oh, ik ga zo omhoog. Oh, daar zijn ze. Doei! Esra. Bitches on. Kusje! Kijk daar. Hij gaat over de kop. Waar hou ik me vast? Hier. Dit is echt heel raar. Als je echt vast kan houden. Hoi. Dit was die vlog. Esra, gaat het? Jongens, meiden, ik weet niet wat gebeurde. Oh. Het over de kop was niet het maar dit. Zo, je werd echt omhoog. Was wel leuk. Maar kom je nog een keertje, dit was ik, nee, oprecht, ik zou nog een keer willen gaan. Niks, zijn weer gearriveerd bij de kinderen. Alleen... Moeten we in Scarzone? Maar trouwens, wacht. Debbie en Eli, ik geef jullie gelijk dat jullie net niet mee waren gegaan. Want hij was best wel heftig, maar hij was wel leuk. We moeten hier wachten. Er wordt hier iets gericht voor ons. Wat? Dan gaan we heen, maar Eli, er wordt iets geregeld voor ons. Wil je een zwaardvechten, vraagt hij. Jawel. Oké, hij wil wel zwaardvechten met je. Ga maar. 1, 2, 3. Oh, kapitein, dit ga je niet redden hoor. Oké, Eli die durft nu ook, hè? Hij is goed! Zie je dat? Zie je dat? Hij heeft het hoor. Hij pakt er. Oké, jongens en meiden. Ik had verwacht dat mijn kinderen hier zouden gaan hangen. Maar ze zeggen gewoon, jongens, ik dacht dat jullie hier zouden... Oh, wacht. Stop. Wat? Die. Oké, hij... Oh, wat zeg je? Oké, wat we nu gaan doen... Hé, maar even één ding. Eli, hallo, ik wil zeggen, ik vind het super stoer dat jullie dit toch gedaan hebben. Maar eerst gaan we hier zo even nat worden. Oké, wie gaat waar zitten? Als ik hier blijf staan, dan ga ik niet mee. Ik blijf hier. Ik zie jullie straks, ja? Hé, maar even één ding, wat gaan jullie doen? Moet ik alleen daar? Nee. Doei. Doei. Oké. Oh. Hoi, Esra. Ja. Hoe gaan we dat doen? Nou, hoe we dit gaan doen, jij gaat gewoon even zo zitten, dan worden wij zo min mogelijk nat. Dat ga ik dus niet doen, hè? En ik ben maar weer een man. Ga achteruit. Oh my god. Oké, dames en heren. Wie hoop jij dat het meest natte wordt? Ik zeg Esra! Jullie zeggen? Ja! Ah, oh my god! Nee! Oh, die viel nog mee? Deze viel nog mee, ja. Hey! Ah, echt waar. Waarom doe je dit, jongens en heren?
Oké, jongens en meiden, we gaan nu naar boven. Ja. Dit wordt de heftigste flash. Ja. Hebben jullie hier zin in? Dekking zoeken. Oh my god. Oh my god. Bottom G. Oké, jongens en meiden. Hey. Oh my god, we gaan nat worden. Yay. Klaar voor de glijbaan. Estra, ben je hier klaar voor? Zoek, denk ik. Oké, dan gaat ie dan. Oh, fuck. Hou je jas vast. Zijn jullie nat? Ik ben helemaal niet nat. Oké, hou je mond dicht, dat gaat ergens. Jij bent wel nat. Oké. Ik ben er klaar mee. Ik heb het overleefd, toch? Ik ben er klaar mee. Oké, we zijn bij het einde. En opeens komen allemaal leuke, griezelige. Wat zijn dit? Lieve meneer. Oh. En een mevrouw, hè? Oh. Maar we hebben een vraagje. Mogen wij een TikTok-videootje met jullie maken? Tuurlijk. Ja, en dan mogen jullie hem hebben als ze dat gedaan hebben. Mogen jullie meenemen de circus in? Jullie mogen hem hebben. Je hoorde ons net in de achtbaan iets zingen, dat was Bottom G. Bottom G? Dat is van een TikTok die ze nu gaan maken. Even een behind the scenes. Oké, even zonder muziek. Oh, kijk, hoe gaat het?